Deel 3, Door Janssen. In het Heyselstadion in Brussel zijn ernstige ongeregeldheden uitgebroken voor het begin van de Europa Cup 1-finale tussen Liverpool en Juventus. Er zijn doden gevallen. Rond 7:15 begonnen vechtpartijen toen Engelse supporters een vak met Italianen binnendrongen. Op dit moment lijkt het de bedoeling te zijn om de wedstrijd die om 7:50 had moeten beginnen toch te laten spelen, spelen.
Nemesis, Smothered, Genesis, no one to run us unless the dead come home.
Animals, ook Bonsoir, goedenavond, welkom weer bij Domino deel 2. Ikzelf ben nooit naar het voetbal geweest en ik weet nu waarom. In plaats van 2 minuten stilte protesteerde Domino met 10 minuten paniek tegen de waanzin. Coil en Panic, gevolgd door Nemesis van Schriekback, en dat ging niet toevallig ook over horror. Hoewel Barry Andrews vrolijker zingt dan ooit. Nog zo'n contradictie hoorde ik woensdagavond omstreeks 8:30 van John Peel. Terwijl de indroeve feiten zich rond de frisgroene mat afspeelden, kondigde deze fervente Liverpooler de LP van de Amerikaanse Vandals, When in Rome, Do as the Vandals, verbeterd aan als When in Brussels, Do as the Vandals. Dit zal achteraf wel verhoeilijkt worden als een cynische opmerking. Cynisme is na poëzie de literaire overgangsvorm naar volwassenheid. Naar Peel hoef ik dus ook al niet meer te luisteren. Dit. Something nice, something nice, something nice.
de show is coming down, eindelijk dan toch. Inderdaad, de show in dit tweede deel vangt pas aan. Tunes from the Missing Channel heet de nieuwe LP van de Dub Syndicate. Een groep met steeds wisselende bezetting naar gelang wie Adrian Sherwood uit zijn onnieuwstal haalt om mee te spelen. Zet de radio lekker luid, van studeren komt nu toch niks meer. Diep de drank uit de koelers en maak dat het hele terras swingt, ook bij de buren. En zolang Domino bestaat, gaat deze groep al mee. Na zelf bestolen te zijn door Grandmaster Flash, geven ze hem nu een trap naar Liquid Liquid en...
Vamos Juntos, Vamos uit Mexico City, het trio Volti, Lindel Brookhouse, Eddie Rubello en Ray Santiago. Momenteel furoremakend met hun kolkende Latin percussion in de New Yorkse clubs. Even tot aan de nek het koele water door en we zijn zo in Canada voor de groep Skinny Puppy. What happens in it? The world's a hell. What happens in it? The world's a hell.